Ook kriebelbeestjes gaan naar school. Het is een mooie zonnige dag. Het is druk in de grote stad. Alle kinderen zijn uit school en spelen samen buiten. Ze spelen tikkertje, ze spelen verstoppertje en andere kinderen spelen met een bal. Ze gillen van plezier. Wat de kinderen niet weten, is dat er in de holleboom nog een schoolklasje heel druk aan het werk is. Ze tekenen, ze leren al een beetje tellen. 1, 2, 3, tot 10. Het is geen gewoon klasje. Het zijn kleine kriebelbeestjes die ook naar school gaan. De school voor insecten. De juf is een waterjuffer. Het is een hele lieve juf. Ze kan mooie verhalen vertellen. Ellen de libelle is op zoek naar een slootje. Gert de kleine wesp vliegt lekker in het rond. En Pieter het lieve heersbeestje klimt langs een gladde stengel omhoog. In de klas zitten wel 10 verschillende soorten insecten. Vlinders, torretjes, vliegen, wespen, bijen en ook spinnen en slakjes. Dit verhaal gaat over Inge het vlindertje. Ze is prachtig blauw van kleur en fladdert graag van bloemetje naar bloemetje. Ellen de libelle vliegt graag vlak boven het water van slootjes en vijvers. Het lieve heersbeestje Pieter kruipt graag in struiken waar luizen zitten, want die lust hij wel. En dan is er nog Gert de wesp. Veel mensen zijn bang voor wespen. Ze kunnen natuurlijk ook prikken als je ze plaagt of per ongeluk knijpt. Wespen houden van zoete dingen. Daar gaan ze graag bovenop zitten. Ook de spinnetjes gaan naar school voor insecten. Spinnen zijn eigenlijk geen insecten. Ze horen tot de spinnen en hebben 8 poten. Tel de poten van deze spin maar eens. Ze maken meestal een web. Hierin vangen ze vliegen en muggen. Het zijn 4 dikke vrienden die samen veel avonturen beleven. Zo gebeurt het ook vandaag. Na schooltijd spreken Gert, Pieter, Inge en Ellen af dat ze samen buiten gaan spelen. Ze kruipen uit de holleboom dat hun klaslokaal is. Ze vliegen naar de papa's en mama's die ze uit school komen halen. Mogen we samen in het park spelen? Natuurlijk! Het is mooi weer en er zijn veel kinderen in het park. Dus passen jullie op dat er niemand op je trapt? Daar gaan ze. Ze doen net als de kinderen, verstoppertje en tikkertje. Ze hebben erg veel plezier. Maar opeens staat daar een jongetje met sproetjes en wit stekeltjeshaar. Zijn vriendinnetje heeft prachtige zwarte staartjes. Ze hebben een netje in hun hand en een klein potje met een dekseltje waar een vergrootglas op zit. Als je er doorheen kijkt, zie je alles veel groter. Ze zijn op zoek naar kriebelbeestjes. Daar hadden ze het op school over gehad. Ze willen er een paar vangen om morgen aan hun juf te kunnen laten zien. Kijk, daar zit een mooie vlinder en vliegensvlug slaat hij het netje over Inge heen. Inge zit gevangen in het netje. De 3 kleine vrienden verschrikken verschrikkelijk. Het meisje met de staartjes haalt Inge heel voorzichtig uit het netje en stopt Inge in het potje met het vergrootglas. Gelukkig zitten er wel luchtgaatjes in. Inge is ontzettend bang en maakt zachte vlindersnikjes. Het jongetje met de sproetjes en het meisje met de 2 staartjes nemen Inge mee naar huis. De 3 kleine vriendjes volgen op een afstand. Ze zien dat ze een huis binnengaan. Het potje met Inge erin wordt op tafel gezet. Ze kijken om de beurt door het vergrootglas naar de mooie kleine vlinder. De vlinder zit zielig in het potje. De andere kleine vriendjes kijken vanaf een veilige afstand toe. De dag is eigenlijk al voorbij. De kinderen gaan eten, kijken nog een beetje televisie en gaan dan naar bed. Inge nemen ze mee naar hun slaapkamer. Morgen nemen ze haar mee naar school om aan de juf te laten zien. In het park is de moeder van Inge erg ongerust. Ze ziet Ellen, Pieter en Gert aankomen en vraagt: "Waar is Inge gebleven?" Ze vertellen wat er is gebeurd en de mama van Inge is heel verdrietig. Het plan. De 3 kleine vrienden maken een plan. Als het donker is vannacht gaan ze niet slapen. Ze gaan Inge bevrijden. Ze vliegen naar het huis waar gelukkig het raam open staat. Het meisje met de mooie staartjes ligt lekker te slapen. Inge staat in het potje op haar bureautje. Ze is heel blij als ze haar vriendjes ziet. Die zoomen en vliegen rond het glazen potje. Ze kijken door het dekseltje en zien een hele grote Inge. Ze vinden het zelfs een beetje eng. Dan wordt het meisje met de mooie staartjes wakker.
Ze denkt dat ze droomt. Ze ziet een wesp, een lieve heersbeestje en een libelle die samen naar haar vlinder kijken. Dan snapt ze het ineens. Oh, dit is zeker jullie vriendinnetje. Ze vertelt aan de drie vriendjes dat ze Inge morgen op school wil laten zien en haar dan weer vrij wil laten. De volgende morgen neemt ze het potje met Inge erin mee naar school. Achter haar aan vliegen de drie vrienden. Het meisje met de staartjes en het jongetje met de sproetjes laten Inge aan de kinderen van hun klas en de juf zien. Daarna openen ze het potje en laten ze Inge vliegen. Die gaat gauw naar haar vriendjes. Ze vliegen nog één rondje door de klas. Daarna vliegen ze gauw naar hun eigen huis. En door naar hun eigen klas. De waterjuffer staat al op ze te wachten.